Naast hem heb je mevrouw Muriel Fernandes, de voorzitter van de FITS. En dan krijgen we de directeur Céline Frans van bureau FITS. Naast haar heeft u meneer Sergio Ibitana, de voorzitter van OSIP en dorpshoofd van Balansekamp. En naast meneer Ibitana heeft u meneer Kastelen, die de advocaat die de FITS bijstaat, juridisch bijstaat. En naast hem heeft u mevrouw Kar, die ook de FITS juridisch bijstaat. We gaan starten met een korte met een inleiding. En mevrouw Céline Frans zal dat. Ja. Ik weet niet als het geluid geschoven moet worden. Kunnen we dat gauw in orde maken? Dank u wel. Ook van mijn kant een van harte goedemiddag en welkom bij deze persconferentie van de FITS. Ik moet alvast mijn dank uiten aan de media die vandaag toch in volle getallen hier aanwezig is. Dat getuigt van de ondersteuning die we krijgen uit de samenleving. Het was voorheen bijna echt niet zo bekend als het gaat om inheemse issues in dit land. Maar we merken steeds meer door de jaren heen dat er toch wel aandacht wordt gegeven aan de situatie van inheemse volken in Suriname, vooral vanuit de media. Dus vanuit de FITS, vanuit alle dorpen in Suriname, inheemse dorpen in Suriname, wil ik jullie heel hartelijk dank zeggen. Want via u willen wij vandaag de brede samenleving informeren over de verschillende issues, actuele ontwikkelingen die invloed hebben op de inheemse gemeenschappen in Suriname en in het bijzonder ook op onze gebieden. We willen heel graag met u vandaag stilstaan bij enkele ontwikkelingen, enkele belangrijke punten. Niet alleen voor de inheemse gemeenschappen, maar ook voor de totale samenleving. En dan denken wij op de eerste plaats natuurlijk aan de uitvoering van de Kalinya en Lokono vonnis, die we sinds 2015, die in 2015 is uitgesproken door het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, waarbij de staat Suriname is opgedragen om de rechten, de collectieve rechten van de inheemse volken voor eens en voor altijd in Suriname te erkennen bij wet. We willen vandaag heel graag met u stilstaan wat de ontwikkelingen zijn, want we spreken van een vonnis sinds 2015,
We leven nu in 2024. Wat zijn de ontwikkelingen tot nu toe? Wat heeft de FITS van haar zijde verder gedaan? Dat hopen wij vandaag heel kort met u te belichten. En natuurlijk u al in de gelegenheid te stellen voor vragen die natuurlijk ook in de samenleving aanwezig is. Wanneer we praten over het vonnis, is daar duidelijk aangegeven dat de staat in alle spoed zou moeten werken aan wettelijke erkenning van onze collectieve rechten. Wat is er tot nu toe gebeurd? Als we praten over de wettelijke erkenning van onze collectieve rechten als inheemse volken in Suriname, dan is de conceptwet voor collectieve rechten van inheemse en tribale volken in Suriname heel erg van belang. Zoals u dat misschien weet, is daar sinds 2021, dat is juni 2021, heeft de huidige regering een concept ingediend bij het parlement met de bedoeling dat die behandeld zal worden. En natuurlijk ook verwachten wij dat die ook aangenomen zal worden. Beste mensen, we zijn nu in 2024 en we hebben dat punt nog steeds niet bereikt. Gisteren had de FITS een ontmoeting met de voorzitter van DNA. Daarbij waren ook aanwezig de minister van Grondbeheer en Bosbeleid. Verder ook het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Aan tafel zat ook de fractieleider van de ABOP, de heer Canapé. En verder ook nog de voorzitter van de commissie van rapporteurs in het parlement, de heer Aziz Gayadin. Bij dit gesprek is aangegeven dat het ministerie van NH, samen met de voorzitter van de commissie van rapporteurs, belast is met de wijzigingen in de conceptwet. Volgens de minister van GBB ligt er al een concept klaar met de wijzigingen. Dit moet nog gestuurd worden naar het parlement. En gisteren is ook aangegeven dat er toen een raad van ministersvergadering belegd zou worden. En de minister van GBB zou haar collega's op het hart drukken om met spoed de wijzigingen door te sturen naar het parlement, zodat het parlement de behandeling van deze wet verder ter hand kan nemen. Op zijn beurt heeft de voorzitter van DNA aangegeven dat zij bij ontvangst van deze wijzigingen het proces verder zullen voortzetten om de stakeholders natuurlijk aan te horen over het gewijzigde wetsproduct. De vraag hoe lang dat nog zal duren, hebben wij natuurlijk ook gesteld. En men geeft aan, er is nog geen duidelijkheid hoe snel dit zal gebeuren. Er is ook een opmerkelijke uitspraak gedaan. Namelijk, er is wel gewerkt aan de wijzigingen, maar er is politieke commitment nodig. Ik wil u ook voeren naar een andere belangrijke ontmoeting die wij ook hebben gehad. Dat is met de agent van de staat. En de agent van de staat, dat is voormalig PG, de heer Baynat. En hij heeft dus in 2021, is hij door de regering aangesteld met het specifieke mandaat om namens de staat Suriname rapportages uit te brengen aan de OAS over de mensenrechten situatie in Suriname en in het bijzonder ook de vonnissen. In onze gesprekken met de agent van de staat hebben wij natuurlijk actie en aandacht gevraagd met betrekking tot de geringe uitvoering en de besluiten van het Kalinje en Lokono vonnis. Dan denken we zeker aan wetgeving dat nog steeds uitblijft ter erkenning van de rechtspersoonlijkheid en erkenning en bescherming van de collectieve rechten. Verder ook de voortgaande uitgifte door de overheid van rechten op grond of exploitatierechten in inheemse en tribale woon- en leefgebieden. Wat verder ook ter sprake komt, is dat de regering nog steeds niet in staat is geweest om een ontwikkelingsfonds in te stellen ter behoeve van de Kalinje en Lokono gemeenschappen in Beneden Marowijne. Daarbovenop komt ook bij kijken de nog steeds voortgaande illegale activiteiten in het Kalinje en Lokono gebied. Waar staan wij in 2024? Aan het begin van 2024 heeft de overheid wel een stap gezet. Een positieve stap. En dat moeten wij ook erkennen. Namelijk het storten van een bedrag in een ontwikkelingsfonds
ten behoeve van de Kalinje en Lekono gemeenschappen in Beneden Marowijne. Volgens het vonnis zou de staat $1 miljoen moeten storten in zo'n ontwikkelingsfonds ten behoeve van de gemeenschappen in Beneden Marowijne. Het mogen duidelijk zijn dat er een eerste storting heeft plaatsgevonden en dat bedrag is 1 miljoen SRD. Let wel, het fonds moet bestaan uit $1 miljoen. En wat wij hebben gemerkt bij deze stap is dat er in kavels overgemaakt wordt in dit fonds. En wij stellen dat de gemeenschappen recht hebben op zo'n ontwikkelingsfonds vanwege de schade dat geleden wordt of nog steeds wordt geleden door de gemeenschappen door het niet erkennen van de collectieve rechten binnen hun leefgebieden. We hebben dus zeker onze kritiek geuit op het feit dat de regering het zich permitteert om in tranches zo'n fonds te laten uitvoeren. En we praten over 8 gemeenschappen. En dan wordt er gewerkt met tranches. En daar verwacht de staat een schouderklopje voor. We hebben dit jaar weer een gesprek gehad met de agent van de staat, waarin hij ons heeft gevraagd wat geniet de hoogste prioriteit bij de FITS. En natuurlijk hebben wij weer naar voren gehaald de rechtszekerheid die we nog moeten ontberen over onze gebieden. Vanuit de media hebben wij ook in de recentere tijden heel veel nieuws naar binnen gehad van uitgegeven gronden, bestemmingswijzigingen van grote arealen bosgebieden naar landbouwgebieden. En die treffen ook inheemse gemeenschappen. Bij dit gesprek geeft de agent van de staat aan, grondrechten is een onderwerp dat wij niet gelijk en volledig kunnen adresseren. Het is een initiatief dat ons werk overstijgt. Het gaat om afspraken maken hoe de wettelijke regelingen tot stand moeten worden gebracht. Niet alleen in tijd, zegt hij, maar ook qua inhoud. De agent van de staat geeft aan dat hij moet kunnen luisteren naar alle partijen die hierbij betrokken is. Maar deze rechte vraagstuk ligt bij de regering en het parlement. Bij deze ontmoeting werd het al duidelijk voor de FITS dat we inderdaad gesprekken kunnen voeren met verschillende instanties. Maar als we concrete resultaten daaruit zullen krijgen, daar twijfelen wij helemaal aan. Jarenlange gesprekken die wij gevoerd hebben, hebben tot nu toe niet het gewenste resultaat geleverd. We hebben de agent van de staat deze boodschap meegegeven. We hebben hem gevraagd aan de regering en het parlement kenbaar te maken dat wij niet langer alleen kunnen blijven praten. Er moeten concrete acties en resultaten, zichtbare resultaten zijn. Wij kijken daarom uit naar de verdere behandeling en aanname van de conceptwet. We eisen ook stopzetting van activiteiten die inbreuk leveren op onze gebieden. En we hebben dit ook toegevoegd. Wij roepen de hulp in via de bevoegde autoriteiten om ook de OAS uit te nodigen om in verdere dialoogprocessen te bemiddelen. Vanuit de FITS, vanuit de inheemse gemeenschap, is er geen reden meer om vertrouwen te hebben op de uitnodigingen, op de gesprekken die van overheidszijde worden aangeboden. Een andere belangrijke ontwikkeling deze week, dat ook door de media is belicht, is het uitblijven van de erkenning van een traditioneel aangewezen dorpsbestuur. Ook een miskenning van de rechten van inheemse volken om hun leiders zelf aan te wijzen en dat deze leiders in staat gesteld worden om hun dorpen te besturen en te leiden naar de ontwikkeling waar zij voor staan. Ook Powaka is slachtoffer van het niet erkennen van de rechten van inheemse volken in Suriname.
We zijn zo ver beland met dit proces, helemaal bij de hoogste man van de staat, bij de president. Zoals u inmiddels weet, is er een toezegging gedaan dat er deze week uiterlijk vrijdag, dus morgen, uitsluitsel wordt gegeven van de kant van de regering. Wij wachten daarop af. Een hele actuele vraagstuk, ook op het bord bij de FITS, heeft te maken met de juridische processen in de Peking Saron case. Voor dit deel vraag ik meester Kastelen om u de nodige updates te verschaffen in de verschillende juridische processen. Meester Kastelen. Ga je hier zitten? Goedemiddag allemaal. Als team eigenlijk, dus vandaag op dit moment zijn aanwezig mijn persoon en meester Karrig. En wij gaan jullie dus een korte update geven over waar we zijn in die Peking Saron zaak, wat de laatste stand van zaken is. Ik denk dus dat voor de meeste van u, dat de meeste van u bekend zijn met die strafzaak die loopt tegen inmiddels zes inheemse mannen. Naar aanleiding van de gebeurtenissen op 2 mei vorig jaar. In de laatste meeting die we hadden met de media, met jullie, hadden wij aangegeven dat wij hadden gevraagd om forensische onderzoeken. En dat die forensische onderzoeken, dat het verzoek dus niet ingewilligd was. Inmiddels is dat verzoek, het is ingewilligd, maar niet zoals wij gevraagd hadden om een onafhankelijk forensisch onderzoek te doen. De inwilliging houdt in dus dat het Openbaar Ministerie de opdracht heeft gegeven aan een afdeling van het Korps Politie, dat OPZ, om het forensisch onderzoek te doen. Het onderzoek is ook niet zo omvattend zoals wij hadden gevraagd. Want bij een forensisch onderzoek moet u denken aan met name de stille getuigen, die kunnen verklaren wat er allemaal is gebeurd op die bewuste dag. Het onderzoek heeft zich beperkt tot de dodelijke slachtoffers, de verwondingen op het lichaam van de dodelijke slachtoffers en een reconstructie van wat er is gebeurd op het moment dat de twee dodelijke slachtoffers zijn geschoten door de politie. Deze inleiding is goed dat u die context begrijpt. Zoals ik aangaf, hebben we dus inmiddels forensische rapporten gekregen. Dat is geweest op 7 november 2023, vorig jaar, hebben we de forensische het forensisch dossier gekregen. We begrijpen dat het toch niet af is. Maar dat is geen officiële mededeling. Belangrijk in dat forensisch dossier is voor ons het rapport van de arts, de patholoog-anatoom. Dat is de arts die de obductie heeft verricht op de lichamen van de overleden mannen. Het is ook goed om te weten dus dat twee zijn overleden. Eén van de mannen was zeer zwaar gewond, vrijwel bijna fataal verwond geraakt. En eentje was licht gewond geraakt. Van de twee die in leven zijn gebleven, zijn er geen forensische onderzoeken gedaan om vast te stellen of het geweld dat gebruikt is
ten aanzien van die mannen of dat wel binnen de wettelijke voorschriften heeft plaatsgevonden. Alleen van de twee die zijn overleden. Van het forensisch, tenminste de toelichting, zo heet dat. Er is een toelichting door de arts gegeven op 18 juli. Op zijn obductie die hij verricht had op 3 of 4 mei. Dus twee dagen nadat dat voorval zich had voorgedaan, is er dus een obductie op de lijken uitgevoerd door de patholoog anatoom. En de waargenomen schotverwondingen, want er is alleen maar gekeken naar de schotverwondingen, de waargenomen schotverwondingen hebben verklaard, of ik moet zeggen, ondersteunen, bevestigen wat wij vanaf het begin hebben gezegd. Dat de mannen zijn geschoten terwijl ze op de grond lagen. Dus geen gevaar meer toonden voor de politieagenten. Deze verklaring van de arts is voor ons belangrijk. Omdat het hele dossier, dat hele strafdossier, is gebaseerd op het creëren van een beeld waarbij we te maken hebben met hele gewelddadige mannen die gepoogd hebben de politie te doden. En dat is ook ten laste gelegd in die strafzaak. Hè? Dus poging tot moord en dergelijke zaken. En die verklaring is vanaf dag 1, 2 mei, gegeven door de politie. En gedurende het GVO is dat ook door de officier van justitie naar voren gebracht. En inmiddels in een civiele vordering die we tegen de staat hebben ingesteld. We hebben 3 civiele vorderingen tegen de staat ingesteld. Eentje is al lopend. Heeft de officier van justitie dat weer herhaald. En dat was op 5 januari. Dit forensisch rapport is van 18 juli. Dus in feite is het al vanaf 18 juli duidelijk dat die mannen, dat het geweld, dat vuurwapengeweld dat gebruikt is tegen die mannen, buiten proportie was. Dat het extreem was. Dat het onnodig was. En toch wordt er verhaard dat de mannen zijn geschoten tijdens een vuurgevecht. Dat is dus ook uitgesloten in dit rapport. Waarbij de arts heeft vastgesteld dat als gekeken wordt naar de in- en uitschoten, en tussen een in- en uitschot heb je dan een schotkanaal, heeft de arts vastgesteld dat deze mannen niet in elk geval uitgesloten is dat ze zijn geraakt, of althans de ene, maar ik zeg het even gewoon zo algemeen, zijn geraakt tijdens het schieten. Ze zijn ook niet geraakt in een staande houding. En de meest aannemelijke verklaring is dat ze lagen op hun buik en dat ze van dichtbij zijn beschoten door de politie. Dat staat dus nu vast. Wat zegt dit rapport ons? Het zegt ons 2 dingen. Het vertelt ons over hoe de mannen aan het einde van hun leven zijn gekomen. Maar het vertelt ons ook dat het dossier vol valse verklaringen zit. Want het hele dossier is eigenlijk gebaseerd op dat deze mannen zijn geschoten terwijl ze op de vlucht probeerden te slaan en daarbij ook schoten op de politie. De overige forensische rapporten die zijn bijgevoegd in dat forensisch dossier, die geven voornamelijk ook weer een simulatie, dus een nabootsing van hoe de mannen gewapend uit het voertuig als schietend op de politie zijn geraakt door politiekogels. Dus dat is ook in strijd hiermee.
Het is alleen maar om aan te geven dat ook dat deel van het forensisch onderzoek in strijd is met de waarheid. En vandaar dat wij hadden gevraagd om een onafhankelijk forensisch onderzoek. En geen forensisch onderzoek dat door het korpspolitie wordt gedaan en in feite uitspraak moet doen over leden van het korpspolitie. Ik weet niet of ik... Ik denk dat ik alles heb gezegd wat voor nu belangrijk is. Misschien dat als er vragen zijn, ik draag weer over.